Mag 2 bier? Ja, natuurlijk. Ga ik even jullie pakken. Ja, ik ben er echt wel aan toe hoor. Even lekker ijskoud biertje. Wordt gedanst door een dansgroep. Ze hebben witte jurkjes aan. Mensen staan toe te kijken. Een biertje of een flesje water in de hand. Want het is nog vrij warm op deze vrijdagavond. Het wordt echt een van de mooiste avonden misschien wel van de Heideweek. Ah, het bier is er. Dankjewel. Alsjeblieft. Lekker ijskoud biertje. Hoeveel krijg je van me? 4,80 euro alsjeblieft. Ik geef haar een groot applaus, dames en heren, want ze is hier speciaal voor jullie en ze heeft ontzettend veel zin in. Dit is Lieke van het Veer. Lieke van het Veer van The Voice Kids gaat nu het podium op. Ze komt uit Ede en ze staat vanavond op tijdens de openingsavond van Heideweek hier op de markt. Waar moet ik de fans van Frans Duits vinden? Daar, kijk. Ah, ik zie de fanclub. Ik ga er even naartoe, bedankt. Ik loop naar 2 mensen toe. Hallo, jullie zijn van de fanclub van Frans Duits? Ja. Waarom zijn jullie fan van Frans Duits? Omdat hij goed is natuurlijk. Zometeen staan jullie vooraan bij Frans Duits? Nou, we proberen wel iets verder naar voren te komen, ja. Want jullie hebben ook echt t-shirts aan van Frans Duits. Er staat een grote foto op van... De Efteling. In de Efteling? Ja, we zijn pas geweest van de Tros en daar was die ook, dus we hebben de t-shirts gekocht. Nou, te gek. Ik wens je heel veel plezier vanavond. Ja, dank u wel. Tot ziens. Ze denkt dat ik niet bezig ben. Denk dat ik geen gevoelens heb. Terwijl ik nu al meer dan ik. Want zij is heel bevelend. Ja, ik ben hartstikke leuk. Dit is mijn lievelingsliedje. Van Gespardoel. Kunt u meezingen? Nee. Wij gaan meezingen naar het gospelconcert, maar het is ook wel leuk om mee te maken. Oké. U geniet wel. Ik wil wel mee. Ja, dan wordt hij volop meegedaan met Bob Gewoon Anders. Dan wordt hij meegedanst, meegezongen met een cover van Gespardoel. Ik neem je mee. Het Marktplein gaat los hier. Ontzettend gezellig. De biertjes die worden al ingeschonken en weggetikt. Dag meneer. Hoe bent u? Ik ben van EDFM. Ja, jij is je bonenplukker dat ding. Ja, mooi feestje, hè? Mooi feestje, hè? Ja, u geniet wel. We zitten allemaal uit Frans thuis, hè? Frans Duits. U komt ook voor Frans Duits. Wat zegt u? U komt ook voor Frans Duits. Ja, ja. En wat is zo leuk aan Frans Duits dan? Ja, leuke zanger, hè? En wat is het mooiste nummer van Frans Duits? Ik zit hier in de kooi. En jij bent vrij. Ja, la, 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 la. En lieveling, hè? Oh sorry. Lieveling. Dat is van mijn lieveling. Dat is uw vrouw? Ja. Heel gelukkig getrouwd? Zegt u? Heel gelukkig getrouwd? Ja, ja, ja. We zijn er bijna 25 jaar getrouwd. Wauw, fantastisch. En u gaat samen met uw vrouw dus genieten van vanavond. Van de openingsavond. En we hebben de kinderen thuis gelaten. Ja, dat is altijd goed, hè? Een paar biertjes drinken. Wordt een mooie feest vanavond. Ja, dat moet altijd, hè? Mooi weer, mooi feestje. En ook nog leuke artiesten, waar kom je voor? Ja, nou ja, we kijken de hele avond door, joh. We wachten op Fransje Duits, hè? Frans Duits, echt, er zijn zoveel fans van Frans Duits vanavond. Ja, maar ja, het is jammer dat die een beetje aan de late kant komen. Maar ja, dat maakt niet uit. We vieren gewoon het feestje mee. We bestellen biertjes en we gaan gewoon met die banaan, of niet dan? Ja, je komt ook uit Ede? Ja, ik ben geboren getogen in Ede, dus... En elk jaar Heideweek vieren? Ja. Ja, vorig jaar iets minder, omdat die kleine in aantocht kwam, maar ja, het maakt niet uit. We gaan nou gewoon door. Dat hoort erbij, hè? U bent aan het werk? Ja, ik ben aan het werk. En wat doe je dan? Ik maak foto's van de bezoekers, iedereen die wil. Dat plak ik op een kaart, want het komt uit de printer, dus het is een sticker. En volgens plak ik hem op de kaart, kunnen mensen het direct meenemen. Wauw, mag ik ook met jou op de foto dan? Als je wilt, ja. Je mag met mij op de foto. Nou, heel graag, leuk. De camera wordt nog even aangedaan. Even lief lachen. Wat een mooie foto. Wordt op een kaart geplakt. Dankjewel. Alsjeblieft. Wow, high five. Fijne avond. Tik hem aan. Fijne avond. Doei, doei. Hierbij verklaren wij de Heideweek 2012 voor geopend. Ja, de Heideweek is geopend door de Heideprinses en de Heidekoningin. Het publiek zwaait met vlaggetjes, applaudisseert. Het gaat nu beginnen. Een week lang alleen maar activiteit hier in de gemeente Ede. Het wordt echt één groot feest. Er staat nu een vrouw echt in vol roze op het podium. Het is Marlene. Het publiek blijft nog een beetje stijfjes. Af en toe dansen heel voorzichtig van mensen mee. Maar ja,
Ik weet niet of Ede een beetje kan dansen, maar ze moet nog even een beetje laten zien of ze dat kunnen. Ja, kun je een beetje dansen? Ja, zeker. Laat het zien. Nee. Ah, kom op. Het is radio, hè. Het is radio. Mevrouw, u kon dansen. U kon dansen. Oh, ze wordt door haar man in haar armen genomen. Vind je het een beetje leuk? Ja, hartstikke leuk. Ja. Ik zag je echt vol meedansen. Kun je het even nog een keer doen? Af en toe. Ja, nee, maar... Laat het zien, laat het zien. Ja, ze gaan dansen, ze gaan dansen. Ah, parodessen, mensen. Applaus, applaus. Ja, de sfeer hangt goed bij hier in Ede. Spontaan wordt er ja, door wat mensen gedanst hier op het Marktplein. Het wordt al gezelliger. Ja, hoe later het wordt, hoe gezelliger het wordt. Dat is eigenlijk een beetje het motto hier op het Marktplein in Ede. Tijdens de openingsavond van de Heideweek. De toon is gezet. Ik wens je een ontzettend fijne Heideweek. Oh, heerlijk. Kun je meezingen? Ja hoor. Dag, hallo!